biersommelier Ben Vinken en kaasmeester Michel van Tricht hebben een missie. Ze willen bewijzen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze brouwers en kaasmakers in binnen- en buitenland. In de bossen van Oud-Turnhout staat de priorij van Korsendonk. Deze Augustijner priorij verwierf een internationale faam als cryptorium en bibliotheek, maar er werd ook bier gebrouwen, zoals in elke priorij. Ben en Michel ontmoeten chef Keersmakers, de brouwer die zowel het bier als de kaas nieuw leven inblies. Van reeds bij het begin in 1395 was aan het klooster een belangrijke brouwerij verbonden. En waarom was dat? Heel eenvoudig, als men water dronk, dat zo verontreinigd was in die tijd, dan werd men ziek. Dus eigenlijk, bier was gezond, want dat was gemaakt onder andere van gekookt water en de hop. Want ja, de hop heeft ook een ontsmettend effect op het bier. Maar het bier was natuurlijk niet zo straf, nee, want zelfs de baby's dronken bier in plaats van water. Ja. Vergeet niet, in die tijd was het bierverbruik 300 liter per kop hier in onze contrée. Ja. Nu zijn we nog amper geraakt naar 70 liter. Dat was een mooie tijd. Soms hebben wij er wel heimwee. Dat kunnen we wel denken als brouwers. Maar ik geloof dat Michel liever van de kaasmakerij gaat onderhouden. Ja, met plezier. En chef, wij gaan het over bier hebben. Hè? Prachtig, dank je. Let's go. Hoe ben je eigenlijk op die naam Korsendonk gekomen? Heel toevallig nam ik een lifter mee. En toen hij instapte, hoe gaat het? What do you think about Belgium? En hij antwoordde er heel spontaan op: goed bier you have in Belgium. De man had blijkbaar gelogeerd in het een of ander klooster in het bergachtige gedeelte van België. En in een keer zeg ik tegen hem: but you should see Korsendonk, denkende aan deze mooie gebouwen. Waarop hij spontaan antwoordde: is that also a beer? En ik antwoordde: not yet. En dan ben ik met hem samen nog in de auto naar de Rue de Livourne gereden om het merk meteen te laten deponeren bij het merkenbureau Gevers. Korsendonk bier was geboren. Maar er is niet enkel het bier. Kaasmeester Michel komt alles te weten over de Korsendonk kaas in de tuin van de priorij. Ja, lieve, we zitten hier in een prachtige groene streek in de Kempen. Dus ik veronderstel dat er hier lekkere kaas wordt gemaakt. U hebt er een meegebracht. Ja, inderdaad. Ik heb de Korsendonk kaas meegebracht, ja. Ooit was het Korsendonk bier, of het abdijbier, hier al. En men wou daar een heerlijk lekkere Korsendonk kaas bij. En de smaak, lieve, van deze kaas. Er is toch iets typisch aan, veronderstel ik? Ja, er is iets typisch aan. Het heeft een fris, zuurige smaak, zoals we die omschrijven. Hoe komt dat? In de kaasmakerij is men ook gewoon om daar fontalkaas te maken. Dat is een type kaas die heel zuurig is van smaak. En eigenlijk is dat een beetje eigenheid en het heeft dat een beetje het authentieke aan de kaas gegeven, dat die fris, zuurige smaak daar ook in verwerkt zit, eigenlijk, vandaar. Ik heb er zin in. Ja, zouden we Ben een keer niet gaan zoeken? Gewoon Ben zoeken. Ja, okay. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, lieve Michel, blij dat jullie erbij zijn, want Jeff en ik, wij zijn helemaal klaar om samen met jullie deze Korsendonk pater open te doen. En zoals de slogan zegt, een dubbele moet je zalig genieten. Een dubbele? Leg eens uit, wat is dat eigenlijk? Ja, wel, een dubbele heeft een dubbel betekenis. Eerst en vooral, het is een bruin bier gebrouwen op basis van gebrande mout. Ja. En wat is dan de tweede betekenis van dubbel? Dat is dat je een dubbele gisting ondergaat. Een bruine, maar ergist. Een bruine, maar ergist. En rond de 7,5 graden alcohol. Cheers. De vettigheid van de kaas en het beetje karamelachtig van het bier. Ik vind het een zeer mooie combinatie. De combinatie is heel lekker, ja. Het pittige en dan de zachte kaas. Perfect past dat bij elkaar. Ik vind het buitengewoon. Enfin, Michel, ik denk dat we een interessante dag gehad hebben. Ik vind ook Ben, absoluut. We hebben geleerd dat achter zowel het bier als de kaas zit een rijke geschiedenis. Mensen uit de streek die het bier en de kaas terug hebben doen herleven, zoals het vroeger was. En dat is een rijke combinatie. Een rijke combinatie. En we hebben ook Jeff leren kennen. Dat vind ik ook al een rijke op zichzelf. Op uw gezondheid, hè. Op Korsendonk. Korsendonk. Volgende week zijn Vinken en Van Tricht weer in Frankrijk en proeven ze Tongerlo Prior met Saint-Félicien kaas in de prachtige droomstreek. La pendule fait tic-tac-tic.